Het is te grappig, want ik had mijn eyeliner gedaan en toen had ik geen zin meer om me op te maken en Kelly kwam binnen. Goedemorgen deze zondag. En het is echt een zondag. Ik lig nog even lui op de bank. Ik heb net wel dingetjes al gedaan. Maar ik loop natuurlijk heel slecht nu. Marcus boven aan het klussen. Kelly komt zo. Dan gaan we versieren voor de kerst. En daar heb ik echt heel veel zin in. Hij is in kerst weer. En je hoort misschien. Het is echt heel boven. Moet ik gaan douchen. Ik zit nog in mijn pyjama. Maar we moeten echt heel veel omgooien. We hebben heel veel zooi in huis. En dat heb ik allemaal nog niet verteld. Maar dat komt gaande de dag wel. Ik heb nu geen zin om te bewegen. Nou, Sarah wil mijn kruk uitproberen, maar die is te kort ervoor. Ja, zo kan het ook, hè? Hoezo? Ik ben ondertussen met Kelly. En Kelly is even mijn telefoon aan het leegzoeken op mijn apps voor jurkjes. Het is te grappig, want ik had mijn eyeliner gedaan en toen had ik geen zin meer om me op te maken. En Kelly kwam binnen en die heeft zich half opgemaakt. En die had ook geen zin meer om verder te gaan. Dus we zijn samen half opgemaakt. En samen zijn we helemaal. Ik heb mijn ogen gedaan en jij hebt je gezicht gedaan. Dus samen zijn we opgemaakt. En we gaan de kerstboom in elkaar zetten. En kijk eens, de pizza van Katie is al klaar. En die van mama. Hallo. Yummy, yummy, yum. Dadelijk is die van mij klaar. En die ziet er ook een beetje zo uit. Yummy, yummy, yummy. Katie is ondertussen naar huis. En ik vind de kamer zo gezellig geworden. Ik zal het even laten zien. Onze leuke flikkerboom. Die flikkert nu niet. Hij doet elke keer een ander patroontje met de lichten. En als ik hem film wil, wil hij niet flikkeren. Kom op, boom. Nu gaat hij uit. Dan gaat hij weer flikkeren, dan gaat hij weer dimmen en weer aan. En... Nou, kom op. Kom op. Laat het zien. Nou, hij staat dus nu op standje dimmen. Dus
doen nooit wat je wil. Maar goed, we hebben ook allemaal leuke dingetjes in de vensterbank staan. Daar de hetjes, een hetje. Achter de stoel de boompjes, die zie je niet zo goed. Dan hebben we hier nog de vrolijke kerstman staan. Ik heb hier heel erg... Ik ben niet religieus, maar ik vind dit wel bij de kerst passen. Deze wist ik niet waar die moest hangen, maar dit is Stan Bouter. Dat is een familiedingetje. En dat is ook de enige die niet zilver is, maar die moet er gewoon bij. Stan Bouter is heel lief. Ik weet, het is geen kabouter, maar deze heet gewoon Stan Bouter. Hier hebben we altijd een leuke strik hangen op de foto. Hier nog een leuk kerstboompje en een zingende engeltjes. En nog een boompje. En we hebben nog deze hele gezellige lampjes. Deze vind ik echt leuk trouwens. Die geeft heel subtiel warm licht. Kijk, en nu doet hij wel zo gezellig flikkeren. Ik vind dat altijd heel gezellig. Het zijn hele subtiele lampjes, dus je wordt er niet helemaal gek van. Misschien op beeld lijkt het anders, maar hij is heel schattig zo. Ik snoep echt te veel de laatste tijd en dat is me ook al aan te zien. Dus ik ga gewoon even gezond een appeltje eten. Ik moet ook eigenlijk echt editen, want dat heb ik de afgelopen 3 dagen niet echt heel veel gedaan. En anders ga ik achterliggen. En elke keer ben ik zo blij als ik helemaal bij ben. En ja, dan komt het leven weer tussendoor. Goed, eerst even eten. Ik ben net in slaap gevallen op de bank. En daar ben ik ook wel blij om, want ik had echt al een paar nachten best slecht geslapen. Dus even, wat heb ik? We hebben zo'n tijd geslapen, dus even wat ingehaald. En ik ga ook gelijk verder slapen in mijn bed. Dus bedankt voor het kijken. Ben je niet geabonneerd, abonneer je dan even op mijn kanaal. Dat vind ik superleuk. En dan zie ik je morgen. Doei doei!